Hey, met wie zitten we hier? We zitten hier met... Anne. Emily. Milou. Imke. Storm. Lisa. Ja, en de kindercorrespondent zelf natuurlijk. En waar gaan we het over hebben? Internet. Deze meiden willen het vooral hebben over challenges. Wat zijn dat nou eigenlijk? YouTubers zeggen dat je die challenge moet proberen. Dan gaat iedereen dat doen en dan wordt dan een beetje een hype. Sommige die zijn wel gewoon leuk, alleen sommige die zijn ook gevaarlijk. En iemand heeft al gezegd, doe de stick challenge bij hem. Dan moet je iemand bij zijn keel grijpen of zo. En dan moet je er zo lang doen dat hij bijna net niet flauw valt. Dus dat hij eigenlijk gewoon bijna naar het ziekenhuis moet. Sommige kinderen die doen dat ook voor de lol, voor YouTube. Stormier die heeft wel eens een keertje hondenbrok op. Ja. Dat is best lekker. Een vriend van mij die heeft ook een YouTube kanaal en die had zoveel abonnees. En daarom wou die zo'n challenge doen van hondenbrokken eten. En toen mocht ik daaraan meedoen. En toen zei ik ja, en toen zijn we bij ons thuis hondenbrokken gaan eten. Kan je daar eigenlijk ziektes van krijgen? Onze hondenbrokken die wij hebben, krijg je eigenlijk geen ziektes. Maar doe je dat dan puur voor YouTube of doe je dat omdat je het ook echt grappig vindt? Want we hebben het ook in de klas gekeken, toen vond iedereen het grappig, maar doe je het nou voor jezelf of voor de kijkers? Dingen die ik doe op mijn YouTube kanaal, die vind ik heel leuk en mijn kijkers vaak ook. Opens en oma's, die weten denk ik helemaal niet wat het is. Mijn broertje en ik hebben het er dan over en dan zegt papa soms van, hè, dat weet ik helemaal niet en dat is dan best grappig, dat hij dan niet zo goed weet wat het is. Maar als je het uitlegt, dan snappen ze wel wat je bedoelt, denk ik. Wat is de conclusie? Hebben we een conclusie? Kinderen, volwassenen en opa en oma's. Dus let alsjeblieft op met die challenge. Dat sommige challenges wel leuk zijn, maar je moet een beetje logisch nadenken en niet alles doen wat mensen zeggen. Dus een beetje voorzichtig mee zijn welke je pakt. Wil er nog iemand iets toevoegen? Oh, ik. Want ik wil een eigen challenge. Ja. Jij wil een eigen challenge? Maar ik weet dit echt niet wat. Nou, dan doen we hier de boomklim challenge. Ja! Tot de volgende! Misschien is een betere...